This is the end, my only friend, the end. Nou, toen we hoorden dat het verbod zo goed als zeker door zou gaan, hebben we deze organisatie op poten gezet en zijn eigenlijk direct bezig gegaan met het organiseren van deze demonstratie. Ben je tevreden met de opkomst? Heel tevreden. We zitten hier toch met minstens 500 mensen. Gebruiken jullie vaak paddo's? Oh, redelijk vaak. Niet zoveel. Eén keer per maand. Dagelijks. 16 keer gedaan. Goed van één keer per jaar. En wat gaan jullie doen nu het verboden wordt? Als het verboden wordt? Zelf kweken. Ja, en blijven gebruiken. Ja. Ze gaat zelf kweken. Ik ga zelf kweken. Dat is makkelijk. Strijden voor goede educatie en goede voorlichting. Dat is het allerbelangrijkste. Als het verboden wordt, ga ik niet illegale paddo's gebruiken. Nee, dan ga ik lekker aan de ecstasy. Er gebeuren me ongelukken met alcohol drinken. Mannen gaan doodrijden tegen bomen. Paddo's laten ons alleen maar lekker dromen. Dus open je oren en luister mee. En zeg toch ja, geen nee. Hey! Hey!